Yo mensen van Dits Gaming en daar zijn we weer bij Amnesia. Kijk, waar waren we de laatste keer mee bezig? Gingen we deze kant op? Ja, we gingen deze kant op. Wij gingen die kant op! Dat weet ik nog zeker. Wij gingen die kant op. Of wij kwamen daar vandaan, dat kan ook nog. Nee, hier kwamen wij niet vandaan. Waarom heb ik het idee als ik hier in het water val dat ik dan in één keer zo'n fucking kutmonster tegen ga komen? Yeah, pretty much had ik dat beest tegen ga komen, ja. You can serve water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like the drinker. Yeah, well, that too. But mostly to run different machines. Mm-hmm. Ah, like water mill. Exactly. Mm-hmm. Ik heb hier nog steeds geen goed vertrouwen over. Oké, dat is goed. Veilig water. Auw. Auw. Ik heb nou opeens het idee dat dat monster er toch is. Even kijken. Monster. Als dat monster er is, vermoord me maar. Ik ben toch al loof en helft, dus het maakt nou toch niks meer echt veel uit. Ik kan niet eens meer fatsoenlijk rennen. Hé, hey, een steen. Laat hem die gebruiken. Huh? Nee. Nou, ik heb alles. Ik heb alles geprobeerd wat ik kon. Helaas, ik heb alles geprobeerd. Ik heb allemaal alles gegeven wat ik kon. Nou, eens even kijken. Wat kunnen we aan die kant doen? Huh? Een vis! Give me die vis. Geef mij die vis. Oh, jumping puzzel. Fijn. Een oilbox. Even kijken. Ik voel... Ik wou het slopen. Kou verslopen. Kan ik dit dus? Zie je wel, ik wist het! Alexander woke me up early. Niet belangrijk. Alexander... Nee, niet boeiend. Oké. Okay. En volgens mij is het monster nou vrij. Nee, het monster is niet vrij. Het zat gewoon in mijn fantasie. Ik heb toch steeds het idee dat hij er is. Oké. Hier gaan we. Wachten, wachten. Ja, go. Oh. Yo, go. Stone. Mimi. Spinnenkut! De raai. Allemaal hol draait nog sneller dan dit. Wat heb ik gedaan?
Het zal wel. Het zal vast wel een reden hebben. Bla bla bla. Als iemand dat wil lezen, moet je maar even pauze zetten. Is dit soms een reboot-knop? Nee, het is een stoomknop. La 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 la. There's something in the water. Stenen. Oh. Waarom heb ik het idee dat ik iets nodig heb? Dat dat daarin zit. Ik schrik zelf van mijn eigen waterstand, oh mijn god. Dat doe je goed. Nou, eens even kijken. Alles geprobeerd. Water is running in the chamber and makes a strange sound. Wist ik wel. Nou, dat even zeker weten. Het stak. Oké, dan zijn ze alsof er iemand in vast zit. Ik ben dus bang dat ik toch eroverheen moet. Nou, nek man. Wacht. Oh, bewonersstijl. Kijk! Ik wist het wel, het moest gewoon caveman-stijl. Ik haat jumping. Puzzles. Altijd al gedaan. Oké, okay, even kijken. Orders 1839. It is huh. Early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up, question why? Yeah, why? What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized he had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Okay. That's all. Bump. Nee. Eh. Het is niks. Het is de wind. Zoals altijd. Of er zit nu wel wat in het water. En daar ben ik dus bang voor. Let's try with a rock. Rock power! Nope. Niks in het water. Ik wist het. Er zit toch wat in het water. Ja. Yeah. Dude. Pak de fucking steen.
dacht dat, ik zweer dat wat in het water zit. En dit is niet wat ik denk dat het is. Een lief klein knuffelbeestje. Twee nieuwe berichten. Oké. Krijgen we jou beneden? Met de lever, daar. Bridge is stuck, niet alleen al push. Bridge is stuck. We need a push of... Tamer werkt toch altijd? Hola! Toen ik thuis kwam! Wacht even, misschien kan ik naar beneden. Yep. Ja. Dat gaat hem dus niet worden. Misschien met een steen. Ik heb het de vorige keer ook met een steen opgelost, dus... Nee. Deze steen zal dat ook wel doen. Nee. Kijk, zo doen we dat. En mensen, dat was het weer voor deze keer. En we zien je graag de volgende keer weer terug bij Amnesia. The Dark Descent. En stay tuned voor de volgende aflevering. Laters.